Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik Lostop. Welkom. Verzadigde vetzuren zijn gezond. Maar wat zijn nou verzadigde vetzuren? En wat zijn meervoudig onverzadigde vetzuren? Omega 3, omega 6, transvetten? Dit zijn vragen waar scheikunde ons een antwoord op kan geven. Dus we gaan eens even kijken. Kijk, hier hebben we een vetzuur. Zo laten scheikundigen dat zien. We zien er zoveel meer. Eerst even kijken naar vet. Hier zien we een triglyceride. Je kunt deze eten, want dit zit in palmvet. Maar staat er op een verpakking dat er een triglyceride in zit, dan is deze er apart ingestopt. Monoglyceriden en diglyceriden zou ik ook niet eten, synthetisch. In triglyceriden zitten drie vetzuren bij elkaar, gekoppeld door glycerine. Mooi hè? Ieder vetzuur heeft een zuurgroep, de kop, en een staart. Die staart is een lange keten van koolstof- en waterstofatomen. Hier zien we de verzadigde vetzuren. Er zijn geen dubbele bindingen in de keten. Ze zeggen verzadigd, omdat er geen waterstofatomen meer bij kunnen in de keten. Boterzuur zit, heel verrassend, in boter en is een kort vetzuur. Laurinezuur zit in kokosvet, heel gezond. Palmitinezuur en stearinezuur, lange vetzuren, zitten in palmvet of vlees. Allemaal gezond. Hier zien we onverzadigde vetzuren. Je ziet de dubbele banden. De eerste is enkelvoudig en de andere twee zijn meervoudig onverzadigd. Maar dat zegt nog niets over of ze gezond zijn. Hoe zit dat verschil tussen omega 3, 6 en 9? Voor een omega-telling begin je bij het einde van het staartje naar de kop te tellen. De plaats van de eerste dubbele binding vertelt je het omega-nummer. De meeste mensen krijgen te veel omega 6 en te weinig omega 3 vetzuren binnen. De verhouding is 30 tot 1 of zelfs meer. Een gelijke verhouding is gezonder voor ons hart. Geen wonder dat het toverwoord linolzuur is verdwenen en vervangen door omega 3. Een correctie. Wat zijn nou transvetten? Onverzadigde bindingen in de staart, de keten, die bestaan er in twee vormen. Trans en cis. Een transbinding is een zigzagvorm. Een cisbinding is een hoek. Hier zien we dat met twee verschillende manieren om oliezuur te tekenen. Eentje om papier te sparen. De vorm van de binding is gelijk. Oliezuur is een cisvet en zit in olijfolie. Prima. De bovenste is ook een omega 9, maar heeft een andere dubbele binding en een andere naam. Dit is een transvet dat onbedoeld ontstaat bij het verharden van vet. Hierbij wordt plantaardige olie in een reactor met waterstof omgevormd om zo verzadigde vetten te maken, voor margarine bijvoorbeeld. Deze transvetten zijn ongezonde, onverzadigde vetzuren. Goed, dit zijn dus de verschillende vetzuren. Nou de vraag waar we de gezonde vetten vinden. Om te beginnen, de transvetten zijn dus onverzadigde vetzuren die toch ongezond zijn. Dat kan dus samen. En een transvetzuur kan ook net zo goed een omega 3 vetzuren zijn. En wat we dus zoeken, dat zijn dus cisvetten, omega 3, omega 9, omega 6, dat hebben we al eigenlijk meer dan genoeg. Die omega 6 vetzuren die vinden we vooral in plantaardige oliën, zoals sojaolie, zonnebloemolie, maïsolie. Die hoeven we niet op te gaan zoeken. De omega 3 vetzuren, die vinden we onder andere in boomnoten, zoals amandelen, walnoten, hazelnoten. Heel gezond en lekker, want omega 3 vetzuren, daar worden we vrolijk van. Omega 3 vetzuren zitten verder in soorten zuivel van koeien die gras hebben gegeten. Een koe eet gras, geen soja.
Hetzelfde geldt voor volle melk natuurlijk. En ook het vlees van koeien die gras eten. Eieren. Daar zitten zowel omega-3 vetzuren in als verzadigde vetten. Heel gezond. De omega-3 vetzuren zitten verder in uiteraard vis, zoals makreel, sardine, ansjovis. Heel gezond. Dan hebben we nog de zaden, zoals de chiazaad, hennepzaad, lijnzaad. Ook een goede bron van omega-3. De omega-9 vetzuren. Die vinden we in olijven en olijfolie. En de vorige keer in Hendrik lost op verzadigd vet heb ik het al ruimschoots gehad over de verzadigde vetten. Zoals onder andere, mijn favoriet, kokosvet. Heel gezond en lekker. Dus wederom, laat het vooral smaken.